Oké, nou we rollen, Jeroen. Ik pak even mijn talking points erbij. Wat ik me afvraag is, waarom doen jullie dit eigenlijk? Ja, we hebben een mening en die moet eruit. En ik heb er aantekeningen voor. Wie is dat? Wie is mannetje dit? Achterin? Dus we gaan naar de wasstraat. En achterin zit een mannetje met ook een mening. Maar het is wel leuk, want die heeft misschien een wat afwijkende mening, want hij werkt in de reclamewereld. Advertising. We gebruiken geen Nederlandse woorden meer in de advertising. Ik sprak laatst een reclameman op een kinderfeestje. Oh, je bent een reclameman. Ja, totdat we een betere term daarvoor hebben. Is dat zo erg dan? Ja, als je een beter internet wil, is reclame de snelste weg daar naartoe. Dat hangt vanaf wat de definitie van een goed internet is natuurlijk. Wat is de definitie van een goed internet dan? Is dat een internet waar heel veel geld mee wordt verdiend of waar hele goede content op staat? Of waar mensen gelukkig van worden. Om te zorgen dat het allemaal in de lucht blijft. Ik ben Jeroen Verkroost, bij Microsoft verantwoordelijk voor alles wat met advertenties online te maken heeft. Jongens, wat een plug. Dat wordt edit. Ja, ons hele businessmodel is eigenlijk aan het veranderen van advertenties naar branded content. Dat is wel heel erg cynisch, toch? Dat een emotioneel moment voor je was. En dat je die mensen spontaan ging belonen. Nou, dit was specifiek een reclame voor whisky. Dat ik niet wist dat deze fles bestond. Top, dat wil je toch? Ja. Maar wie beloon je dan? Om het in goed Nederlands te stellen, de hele value chain beloon. Sorry, ik geloof dat ik net even in mijn mond overgaf. De waardeketen. Okay. Word je daar beter van? Nee, niet echt. Waar ik benieuwd naar ben, die vierkantje, de klassieke banner. Ja. Werkt dat nog? Nou, weet je, we hebben in Nederland een boterberg, een melkplas en een bannerplas. Ja. De afgelopen 10 jaar alleen maar goedkoper geworden om dat te doen. Dus uiteindelijk werkt het nu misschien minder goed dan in het verleden, omdat mensen wat minder snel geneigd zijn om op banners te klikken. Ja. En dat heeft elkaar redelijk op. En voor de mensen die zo'n banner op hun site hebben? Dat een beetje van je site af. Van voor een paar euro kan je op Nu of op MSN staan, terwijl je bij Tweakers 35 euro betaalt. Nou ja, het levert iedereen wel wat op. Want... Wordt er ook geklikt eigenlijk? Want dit heb ik al eerder gezien en toen meestal merk je dat mensen die content maken zich ook aanpassen aan hoe ze geld verdienen. Dus dat ze denken van nou, dit is eigenlijk wel goed genoeg om al mensen te trekken. Gerucht iPhone 5 in een titel te verwerken en hup, gelijk allemaal click-throughs, terwijl het niet echt waarde biedt aan de uiteindelijke lezer. Het heeft gewoon te maken met uitgeven. De kranten werden meer en meer gezien als vehikels inderdaad voor advertenties en minder. Dat is, wanneer is dat precies gebeurd? Maar alle kranten hebben gewoon een redactiestatuut. En kranten zijn zeker heel ouderwets in het scheiden van redacties van marketing en salesafdeling. Dat niet komt met politie. Dat is wel spectaculair uitzending op deze manier. Ja. Ik mag blazen, dat heb ik nog nooit gedaan. Hallo. Hallo. Goedendag. Hallo. Ik ben bezig met een actie preventiveren. We laten de camera laten we draaien. Ik ben... Heeft u scherpe voorwerpen bij? Ik heb een zakmes en wat per de rest wat sleutels. Mag die weer mee? Nee. Niet? Nee. Ik ben gewoon blij dat ik mijn glok thuis heb gelaten. De riemen vast, jongens, niet vergeten. Ik doe net of ik een gordel om doe, ja? Dit was onverwacht. Zullen we gelijk uit het gevaargebied gaan? Maar wat vind je als content specialist dan van die vermenging van commercie en content? Ik vind het trouwens wel een probleem. Als het maar duidelijk is, dan vind ik het geen probleem. Okay. Als je businessmodel maar duidelijk is, het goed genoeg principe gebruiken. En daar heb ik echt een hekel aan. Ik wil eigenlijk alleen maar geld verdienen. Ik wil geen waarde toevoegen in het leven van mijn lezers. Maar jij bepaalt dan voor die mensen dat het eigenlijk niet goed genoeg is. Wat ze krijgen. Dat er nog zoveel potentie is voor mensen om ook echt waarde te bieden. Twee soorten geld verdienen. Gewoon om genoeg te verdienen. En je hebt geld verdienen voor je aandeelhouders. Met de aandeelhouders is het niet goed. Laatst sprak ik een man van Adobe. Jongens. Ze hadden net een goed productje gelanceerd. Voor wie maak je zo'n applicatie? Dat maak je voor de developer. Of voor je shareholders? Voor wie doe je dat dan? Wat ik uit jullie verhaal haal is dat jullie eigenlijk graag die tijd willen leveren. En je het gevoel hebt dat jullie een kans om kwaliteit te leveren soms negatief beïnvloed wordt uit puur winst. En het is mijn stellige overtuiging dat als je kwaliteit levert, dat je uiteindelijk op de lange termijn meer business hebt. Maar ik herken het dilemma wel. Ik was bezig een column te schrijven, maar ik wilde eigenlijk van leer trekken tegen ontzettend stompzinnige Facebook-interactie. Jongens, het is weer maandag, hebben jullie zin om te werken? Een merk vraagt jou dat. Er waren 924 mensen die geklikt hadden op vind ik leuk. Vind ik leuk! De vraag is, ben jij de cultuurfascist die het niet goed genoeg vindt? Nou, dan heeft het dus misschien toch wel waarde voor een bepaalde doelgroep. Ik zie mezelf zeker al het gebied van content ook echt als een elite. Wat ik leuk vind, dat mensen dan ook de moeite nemen om een hele specifieke groep ook verder durft te bedienen met mooiere, fijnere content. Ja, weet je, we halen hier 4.500 mensen naar binnen. Dat was onze target. Klaar, armpjes over elkaar, pen op tafel. Dat is gewoon kortzichtig denken. De meeste mensen zijn middelmatig. Kunnen niet alles geweldig maken, helaas. Maar de vraag is of het de moeite waard is. Dan moet je camera van het raam af, dames en heren. Ja. De uitdaging om iets te maken wat aan de ene kant inhoud heeft, kan ook nog een commercieel doel dient. Daarom is het voor een content specialist.
specialist volgens mij alleen maar leuker om dat soort dingen te maken. En dus wij van advertising bieden jullie graag deze fantastische mogelijkheid. Yay, advertising! Wat basis, was alsjeblieft. Oh, dit is geweldig. Ze hebben ook Titan Polish. Ik dacht dat Titan een merk condooms was. Er waren Android devices, die hebben allemaal de naam van condooms. Ik had wel wat kritischere vragen verwacht eigenlijk. Ja, nee, maar dit is ook niet echt het Jeroen vraaguurtje. Nee, omdat je zoiets had van ja, maar dat businessmodel kunnen we het daar eens over hebben. Ik was heel erg nieuwsgierig naar we weten wat contentmakers eruit kunnen halen. Het is wel een cijfersspel. Je bereikt bijna niemand, tenzij je heel erg relevant bent. Ja. Van wat voor soort van klanten maken jullie content eigenlijk? Maar grote banken en grote vliegtuigmaatschappijen uit Nederland. Ja, zo'n vliegtuigmaatschappij, dat heeft nog wel iets glamorous. Maar... Zo glamorous is vliegen toch niet meer? Oh, vakantie en wegdromen en zo. Dat zie ik bij de gemiddelde polis nog niet gebeuren. Nee, banken hebben ook heel slecht imago. Die hebben zich meer met de aandeelhouder dan met de service bezig gehouden. Ja, mooi teruggepakt op het geïntroduceerde thema aandeelhouders. Het zijn geen verhalen die je doorgaans echt makkelijk verwerkt in websites. Goh, ja, we willen ons businessmodel wat meer naar buiten. Realistisch, oprechte marketing. Weet je, wat mij nou ontzettende kans lijkt voor dat soort websites, dan denk ik, ik heb een Rabobank hypotheek. Als ik naar de site van de Rabobank ga, dan krijg ik regelmatig informatie over hoe leuk het zou zijn om een hypotheek van de Rabobank te nemen. Waarom doen jullie niet fatsoenlijk aan CRM? Oh, jullie kijken naar me. Zeg maar, hoe veilig is dat bijvoorbeeld? Het is dezelfde website die mij mijn saldo laat zien. Ik wil niet gekoppeld aan de website waar ik naartoe ga, banners ontvangen. Dus naar een website gaan, is dat een momentopname. Facilis heeft daar een goed punt. Het is mijn keuze als consument om aan te geven van ik wil graag dat dit gedrag getrackt wordt op Veener ook. Waarschijnlijk voor adverteerders om relevant te zijn. Dat is eigenlijk ook de hele reden waarom ik geen televisie meer kijk. Nou, de Wereld Draait Door heeft een hele brede doelgroep. Maar al die reclames die eromheen zitten, die interesseren me over het algemeen helemaal niet. Maar is dat eigenlijk wat te meten, tv-reclame? Of je dan ook daadwerkelijk meer blikjes KitKat ziet verdwijnen. Nou, het weer heeft impact op er nog een miljoen andere factoren. Dus het is geen absolute wetenschap, maar het brengt je wel een stapje dichter bij de waarheid. Microsoft die heeft de Do Not Track feature in Internet Explorer 10. Dat is standaard aangezet. Hoop mensen willen niet getrackt worden. Het zou mooi zijn als je dat centraal in de browser kunt aanzetten. Als je het mensen vraagt, dan willen ze niet getrackt worden. Nou, als ik weet wie het is, dan vind ik het geen probleem. Je hebt zo'n beetje elke website van Nederland, die heeft zo'n waarschuwing. Oh jee, er komen cookies aan. Ik bedacht eens, want dit is eigenlijk absurd. Terwijl het gewoon eigenlijk educatie is. Het probleem is, je krijgt het niet uitgelegd. Ooit was ik webdesigner. En een van de beste manieren om te zorgen dat mensen op een banner klikken, is hem diapositief te laten knipperen met een interval van 0,2 milliseconden. Ik heb persoonlijk toe bijgedragen dat deze techniek nu opgenomen is in de voorwaarden van zijn verboden. Je hebt zo'n vereniging van advertentieboeren en die bepaalt de standaard. Oh, we gaan weer omrijden. De bannerformaten die voldeden blijkbaar niet meer. De beeldschermen worden niet groter, de beeldschermen worden diverser. Je wil flexibele advertenties. De merken die zo'n advertentie laten maken, die worden helemaal e-boel van het idee dat allerlei dingen gaat doen die zij niet onder controle hebben. Nou, dat is sowieso lastig als je op het web werkt, hè, dat je niet weet hoe mensen jouw site te zien krijgen. De designers hebben er echt ontzettend moeite mee, nog steeds. We gaan even achteruit over. Maar inmiddels kennen we dat web toch al. Het is al 21 jaar oud. Het mag bier drinken in Amerika. De echte problemen die benoemd worden, we de komende jaren moeten oplossen. De een is advertising en de ander is content management. Issues die op dit moment progressie tegenhouden. Voor goede content, een verhaal, dat meer is dan een pagina. De content management systemen, die kunnen daar niet mee omgaan. Die denken nog steeds in pagina's. Het is volgens mij niet zo moeilijk. Je moet gewoon content moet je goed labelen. We hebben een soort Microsoft Word probleem. Als je het niet begrijpt, dan maak je er rotzooi mee. De tool lost het verkeerde probleem op. Ja, maar we geven wel CMS aan content editors. En je hebt natuurlijk ook sites content brengen die zeggen van dit is interessant. Ja, maar er zijn heel veel verschillende dingen die relevantie brengen. Je hebt nabijheid, je hebt content. De social graph brengt relevantie. CMS heb ik het altijd over. Twee dingen doet hij heel erg goed en één ding doet hij altijd slecht. Zijn dat drie vinkjes? Snelheid, programmeerbaarheid en is het vriendelijk voor de redactie. Is het vriendelijk voor de redactie wordt altijd verkeerd beantwoord. Niet kan de redactie alle. Kan de redactie de juiste dingen, dat zou het antwoord dus zijn. Ik had ooit een site met een kids section waarbij de redactrice op een gegeven moment roze Comic Sans gebruikte. Ja, het voorbeeld van als een feature verkocht wordt. Dat zijn bugs. Een beetje ben je echt een redactie aan het oprichten. Dat is best een uitdaging. Die inzichten over content management die zijn ook echt wel in een flinke stroomversnelling. Het mooie iTunes principe van smart playlists. Dat is toch eigenlijk alles wat je nodig hebt om een goed product te kunnen maken?
Nee, curatie. Dat kan ook veel gericht richting geven aan je lezer. Kan je niet betalen voor heel veel producten, ja. Mits intelligent geprogrammeerd. Oh jongens, we zitten ruim over de tijd. Dus ja, procesverbaal. Het heeft ook zeker 10 minuten geduurd. Van die machete die ik bij had. Een mes. A6. Dat was waarschijnlijk het eerste procesverbaal wat we invulden. Waar heb je dat mes voor gebruikt? Om een pakketje open te maken. Er zaten dus vezels op. We zijn er weer. Jeroen, hoe vond je hem? Ik vond het een leuk gesprek. Tot de volgende keer jongens. Doei. Doei.